Hoi, ik ben Koen, 28 jaar. Hoi, mijn naam is Febe de Jong, ik ben 25 jaar oud. Mijn naam is Sam Huberts en in mijn masterscriptie Rekening houden met risico heb ik onderzocht hoe ZZP'ers zich verhouden tot de klassieke sociale risico's. Uit de analyse komt naar voren dat hoewel ZZP'ers steeds meer lijken op klassieke werknemers, zij kwetsbaarder zijn voor grote inkomensrisico's. Beleid zou volgens mijn analyse hier meer op in kunnen spelen door meer rekening te houden met risico. Zo kan beleid ingestoken worden op de weerbaarheid die mensen hebben tegen deze risico's, in plaats van het arbeidsverband waarbinnen mensen werken. Mijn scriptie gaat over genderquota in het bedrijfsleven. Ik heb binnen één organisatie gekeken welke praktijken de organisatie allemaal onderneemt om genderquota te halen. En hieruit bleek dat hoe meer de practice bij het quotum komt, het daadwerkelijk benoemen van mannen of vrouwen voor een positie, hoe meer weerstand er lijkt te zijn. Uiteindelijk blijkt dat de organisatie zich meer symbolisch inzet voor genderdiversiteit dan daadwerkelijk de quota te halen. En hierin speelt macht een belangrijke rol. Mijn scriptie heb ik dan ook geschreven over platformwerkers en of ze nou wel of niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringswetten. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ze veelal onterecht buiten de werkingssfeer van die wetten vallen en heb dan ook een uitbreiding voorgesteld. Een fictieve dienstbetrekking heet dat. En waarin platformen verplicht worden gesteld om of een bepaalde minimumniveau van onafhankelijkheid en bescherming te garanderen voor hun werkers, of dat de werkers binnen die werknemersverzekeringswetten vallen en de platformen dus ook premies af moeten dragen. De CER-scriptieprijs is een mooi initiatief voor studenten om hun kennis en vaardigheden te delen met een groot publiek en ook om kennis te maken met wat de CER precies doet. Ik ben heel enthousiast over de scriptieprijs, omdat het een hele positieve aandacht schenkt aan onderzoek. En het voor de CER een buitenkansje is om te kijken welke sociaal-economische onderwerpen jonge onderzoekers bezighouden en wat ze erover te zeggen hebben. Voor mij persoonlijk is 2020 daarentegen een positief jaar. Want ik ben genomineerd voor de CER-scriptieprijs en dat is natuurlijk een hele eer.